staan hier op de kerstmarkt van Poperingen en bij ons staat de burgemeester. De hoeveelste keer is het al, burgemeester, dat het hier kerstmis of kerstmarkt is in Poperingen? Ja, het aantal keer een kerstmis, dat kan ik eigenlijk uiteraard makkelijk zeggen. In 2000 en zoveel keer waarschijnlijk. Of bijna. En dus, maar de kerstmarkt, we zijn eigenlijk begonnen met de kerstmarkt in deze formule. In 2011 denk ik. Toen was het de allereerste keer met een ijspiste. En met kraampjes rond die ijspiste. En ja, tot nu toe houden we dat vol. En we doen het heel graag, want het is altijd een bijzonder gezellige boel hier. Ja, het is altijd gezellig. Wat is de formule naar die gezelligheid dan? Wel, moet u zeggen, wij verkopen niet echt goederen. Wij verkopen niet echt geen cadeautjes of zo. Het is vooral, het wordt vooral uitgebaat. De kraampjes worden uitgebaat door verenigingen. Een aantal sportclubs die hier staan, ook een aantal andere verenigingen. Die deelnemen in het Centrale Chalet, ook van het centrummanagement. En eigenlijk is het vooral op zijn Popering, zou ik zeggen. Een hapje eten, iets drinken. Er is een ruim aanbod, een assortiment dan van alles en nog wat. Van winterse en andere dranken. En dat maakt het hier altijd tot een heel gezellig kerstdorp. Poperingen is ook verkozen tot een van de gezelligste steden. Draagt de kerstmarkt daarbij? Wel, ik denk het wel. Dat is een van de activiteiten die wij aanbieden. En dat 3 weken, 4 weekends aan een stuk. Dus dat zal er ongetwijfeld in meegespeeld hebben. Maar we zijn in elk geval tevreden met de 17e plaats op 300 Vlaamse gemeenten. Voor uiteindelijk een behoorlijk... Ja, laten we zeggen, in het midden ongeveer, een relatief kleine stad, nogal landelijk gelegen. En als we dan zo'n resultaat kunnen halen, dan is het duidelijk teken dat de lezers van het Nieuwsblad ons werk toch appreciëren op dat vlak. Wat gaat u zelf doen met kerstmis en nieuwjaar? Wel, kerstmis is traditioneel altijd een familiemoment, zou ik zeggen. Een oudjaar en kerstavond, dan gaan we gewoon iets eten, ook vooral met familie en vrienden. En nieuwjaar hebben wij dan bezoek bij ons thuis, dus ja, het is altijd wel heel traditioneel, zou ik bijna zeggen. Maar ik ga er zeker aan houden om ook tijdens de kerstvakantie wel een keer op een rustige avond, want dat hebben we dan wel een keer in de vakantieperiode, gaan we toch wel een keer met de kinderen komen schaatsen. Of een uitstapje doen en een paar kraampjes doen natuurlijk. Hè. Wat wens je de Poperingenaren nog toe met kerstmis en nieuwjaar? Wel, het is zo groot als een cliché, zo groot als de kerktoren. Zou ik zeggen, maar eigenlijk is het allerbelangrijkste. Moesten we geen goede gezondheid hebben, dan zouden we hier op deze kerstmarkt niet kunnen staan. Dus ik zou zeggen, kom iedereen af, geniet ervan, maak vooral veel plezier, een goed eind jaar en een heel goed begin voor een vlot en gezond 2020. Oké, alvast bedankt en ook een fijn einde jaar. Dank u wel.